Ben je een beetje tevreden over vandaag? Ik ben gewoon meer dan tevreden. Ja, ik ben onwijs tevreden. Leuk dat jullie er zijn, Amsterdam Zuidoost! Wauw! Ja. Het is werkelijk een feest. Ik liep net even rond in de positie. Mensen genieten echt. Het is weer waanzinnig georganiseerd. Prachtige ruimte. Martin, hoe moeilijk is het om dit elk jaar weer voor elkaar te krijgen? Mensen, ik bedoel, je hebt met sponsors te maken, je hebt met de organisatie te maken, het inhuren van licht, podium, alles. Vertel eens even, hoe ziet de periode voor jou eruit voordat je dit van de grond krijgt? Nou, ik zeg altijd, ik heb een leven voor Mistjaar en een leven na Mistjaar. We zijn gedurende 3 maanden voordat dit plaatsvindt, zijn we echt bezig met een heel traject. En ja, financiën, dat is altijd een uitdaging, want alles kost geld. Maar er zijn een heleboel mensen die met mij meedenken en ondersteunen. En iedereen vanuit zijn eigen kracht. Ja. Wat wie zijn bijvoorbeeld de sponsors vanavond? Als je de sponsors moet noemen, die echt wil bedanken. Natuurlijk ga je niet iedereen komen, maar je hebt een paar mensen die we moeten bedanken vandaag. Absoluut. Ja? Absoluut. Maar dan wil ik beginnen bij het maatschappelijk gedeelte van dit evenement. Oké. Want centen is belangrijk, maar het gevoel en het hart op de juiste plek hebben, dat is een van de meest belangrijke dingen in het leven. En al deze meisjes, de 15 kandidaten, die zijn allemaal gekoppeld aan een succesvolle vrouw in onze samenleving. En die vrouwen die gaan echt uit hun dak met die meiden. Wanneer ik zit te werken en ik kijk naar Facebook, als zelfstandig ondernemer kan je dat in je eigen tijd. Ja, precies. Dan gaan we niet zitten werken en je kijkt naar Facebook. Is dit iets wat elke werknemer wil horen? Precies. Nou, ik zie wel een heleboel mensen op Facebook waarvan ik denk van je bent leuk. Nee, en vooral zeg maar, ik laag het op Twitter en dan maak je dat alles. En vooral dan want dat mag je. 11 uur morgens. Dit dat mag je. Nou, hoor ik mijn broek op. Oké. Ja, maar er zijn vrouwen die ik bel en allemaal spontaan ja zeggen. En die ondernemen met deze meisjes een heleboel. Social skills worden bijgebracht. Ze horizonverruiming. Ze nemen die meisjes mee naar diverse activiteiten. Maar we zaten laatst bijvoorbeeld bij de belbedrijf, bij de gynaecoloog in de stoel. Met z'n allen. Nou, één stoel dus. Eén voor één. Oké. Ja, maar het was heel interessant. Maar ik wil gewoon die vrouwen die allemaal een hele drukke baan hebben en heel veel, sommigen reizen voor hun werk de wereld rond. Maar wat ze met deze meisjes doen is fantastisch en ik wil voor hun en ik ga ze allemaal vragen om nu te gaan staan. Je weet wie je bent. Je weet wie je bent. Vrouwen, dames en heren, Sarayda Groenhart, Nanita Garroos, Amaroos Abendanon en ik hoor ik die namen. Ja, Kim Harakishun, Nati Sjöfman, Eva Robert. Je hebt die maturin, je bent gekoppeld aan. Emily, aan Joa. Mm-hmm. Ja, en Tanja is gekoppeld. Emily. Aan Emery. Ja, en ik weet, Kim is gekoppeld aan. Jessica. Hoor ik een echo? Jessica! Ik wil al deze vrouwen onwijs bedanken. Jullie maken dat deel voor deze jonge dames heel bijzonder. Wat zegt u, mevrouw Kaasters? Anna Rosa Bendanon. Ja. Die staat er aan. Ja. Zie je? Ja, zij is bemoeid, tante. Dat is Jetty Maturin, maar Jetty hebt een nichtje in de zaal. Maar
Vrouwen, hartelijk dank. Onwijs wat jullie voor deze meisjes doen. Dat doen jullie niet voor Marjorie, maar jullie weten dat jullie in het leven van deze jonge vrouwen een stempel achterlaten. Jullie doen bijzondere dingen. Meenemen naar een theatershow, maar ook gewoon met een luisterend oor. En wat ik zo mooi vind, is dat het hier niet stopt. Want vele van die jonge meisjes, daar blijven jullie mee bevriend. Ja, en volgend jaar ontmoeten jullie elkaar weer of jullie ondernemen dingen met elkaar. Hartelijk dank. Dank voor wie jullie zijn als mens. Dan mag ik een warm applaus voor al deze 15 vrouwen. Ja.